Welk essentieel deel van je lichaam beslaat één voetbalveld? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe kan het dat als ik een appel eet, de vitamine C uit die appel keurig in mijn lichaam worden opgenomen, terwijl de bestrijdingsmiddelen die op diezelfde appel zitten niet in mijn lichaam worden opgenomen? En als ik nou 10 appels tegelijk eet, krijg ik dan een overdosis aan vitamine C of valt dat wel mee? De membranen in mijn lichaam zorgen ervoor dat als er voldoende aanbod is, mijn lichaam precies die hoeveelheid vitamine C opneemt die het nodig heeft. En datgene wat er te veel is, wordt gewoon weer uit mijn lichaam afgevoerd. En zonder die membranen in mijn lichaam zou ik hier niet staan. Maar dan zou ik hier als een vormeloze zak, gevuld met een bruine smurrie van bloed, eiwitten, DNA, spierweefsel, op de grond liggen. Ik zou niet kunnen bewegen, ik zou niet kunnen praten. Zo belangrijk zijn de membranen in mijn lichaam. En als ik alle membranen uit mijn lichaam groot plat op de grond zou leggen, naast elkaar, dan zou ik een heel voetbalveld met die membranen kunnen vullen. En ik sta hier dus dankzij die membranen in mijn lichaam. En dankzij die membranen in mijn lichaam kan ik jullie hier meer vertellen over membranen. Maar wat is nou eigenlijk een membraan? Een membraan is een filter, een zeef zou je kunnen zeggen. En een membraan laat sommige stoffen wel door en andere stoffen niet. En op die manier kan ik het membraan dus gebruiken om verschillende stoffen van elkaar te scheiden. Dat is het idee van een membraan. En ik noemde het al, in ons lichaam zitten verschillende membranen. En een van de membranen in ons lichaam zijn bijvoorbeeld onze darmen. Want wat doen onze darmen? Als we wat eten, dan zorgen die darmen ervoor dat de voedingsstoffen die we nodig hebben in ons lichaam worden opgenomen, maar dat de stoffen die we niet nodig hebben gewoon ons lichaam weer verlaten via onze darmen. Met andere woorden, onze darmen scheiden het voedsel. Een ander voorbeeld, onze longen. Als ik lucht inadem, dan zorgen de longen ervoor dat de zuurstof uit die lucht in mijn lichaam wordt opgenomen. Want de lucht die wij inademen bestaat slechts voor 20% uit zuurstof, maar 80% uit stikstof. En alleen de zuurstof kunnen wij gebruiken. Dus onze longen hebben speciale receptoren die de zuurstof uit de lucht halen en die het naar ons bloed transporteren, terwijl de stikstof wordt tegengehouden. En nog een voorbeeld van een filter. Onze nieren. Onze nieren zorgen ervoor dat alle afvalstoffen in ons lichaam worden afgevoerd. Dat er te veel aan vocht in ons lichaam via onze urine wordt afgevoerd. En tenslotte, elke cel in ons lichaam is omgeven door een celmembraan. Een vlies rondom onze cellen. En die cellen, die zorgen ervoor, die hebben speciale receptoren. En die receptoren, die zorgen ervoor dat die vitamine C uit die appel keurig in mijn cellen terechtkomt, zodat ik hier kan staan, kan praten en kan bewegen. En het hele fascinerende is dat die membranen in ons lichaam uitzonderlijk goed zijn. Ze zijn uitzonderlijk precies. Ze kunnen met een hele hoge selectiviteit verschillende stoffen van elkaar scheiden. Ze kunnen heel goed onderscheid maken tussen vitamine C of een bestrijdingsmiddel. En dat is fascinerend als je daarover na gaat denken. En dat vonden ook onderzoekers. Want al aan het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw, waren er onderzoekers en die hadden in de gaten hoe ingenieus membranen in ons lichaam eigenlijk zijn. En die vroegen zich af, kunnen we die membranen die we in ons lichaam hebben, kunnen we die niet ook gebruiken voor belangrijke toepassingen buiten ons lichaam? En een van de eerste dingen die bekend zijn voor het gebruik van membranen, is het gebruik van een membraan uit het lichaam voor het zuiveren van water. Want wat deden die onderzoekers eind 18e eeuw? Die namen een urineblaas van een varken, die vulden die met zeewater, waar ook wat bacteriën en viezigheid in zat. En die drukte heel hard op dat water in die urineblaas. En wat er gebeurde,
was dat het water, de kleine watermoleculen, waterdeeltjes, door de wand van de urineblaas naar buiten gingen, terwijl alle viezigheid en de bacteriën keurig binnen in het membraan in die urineblaas bleven. En op die manier was het dus mogelijk om schoon water te maken met behulp van een urineblaas. Nou kun je je natuurlijk voorstellen dat als je op die manier een heel dorp of een heel land van schoon water moet voorzien, dat je heel erg veel urineblazen nodig hebt. En dat was natuurlijk niet echt een optie. Dus eigenlijk al begin 19e eeuw begonnen diezelfde onderzoekers te kijken of het mogelijk was om die biologische membranen na te maken. Om die biologische membranen na te maken zodanig dat we kunstmatige membranen zouden krijgen met precies dezelfde eigenschappen als die biologische membranen. Nou is dat zeker niet zo gemakkelijk. En tot op de dag van vandaag moet ik bekennen als membraantechnoloog dat we er nog niet in geslaagd zijn om net zulke goede membranen te maken als de membranen in ons lichaam. Maar de membranen die we tegenwoordig maken zijn zeker heel erg geschikt voor een groot aantal belangrijke maatschappelijke problemen. En ik zal daar wat meer over vertellen. En hier heb ik een voorbeeld van een dergelijk membraan. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, een velletje plastic lijkt het bijna, een velletje, of een velletje papier. En dit membraan, en je ziet dat misschien nu niet, maar als je in zou zoomen op dit membraan, zie je minuscuul kleine gaatjes. En dit membraan zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om schoon water te maken, uit vies water. En het leuke is van die membranen, je kunt ze ook heel eenvoudig in allerlei vormen knippen, afhankelijk van wat je nodig hebt. Hier kan ik bijvoorbeeld een rondje knippen. En de huidige kunstmatige membranen zijn gemaakt van plastic. En afhankelijk van het type plastic dat je kiest, kun je dus ook verschillende eigenschappen aan dat membraan geven. Ballonnen bijvoorbeeld zijn ook gemaakt van plastic. En je kunt je voorstellen, als je een ballon opblaast, rekt het plastic uit. Maar op het moment dat je de lucht er weer uitlaat, krimpt het plastic weer in. Met andere woorden, het plastic van een ballon is elastisch, het is flexibel. Een plastic tasje aan de andere kant, ook plastic, een ander type plastic, is ook flexibel, maar is niet elastisch. En dat plastic draagtasje moet ook bijvoorbeeld water afstoten. Moet geen water doorlaten, want je wil natuurlijk niet dat je boodschappen nat worden. En tenslotte, als we kijken naar bijvoorbeeld een tupperwarebakje, waar je je voedsel in bewaart als je wat over hebt. Dat is gemaakt van een heel hard type plastic. Maar dat plastic van dat tupperwarebakje moet ook nog eens zo ondoordringbaar zijn dat de geur en de smaakstoffen uit dat voedsel behouden blijven. Dat die in dat bakje blijven, zodanig dat als je na een paar weken dat bakje uit de vriezer pakt en het in de magnetron stopt, je voedsel nog steeds naar dat lekkere gerechtje smaakt wat je 2 weken geleden gekookt hebt. Met andere woorden, dit zijn voorbeelden van verschillende type plastics. En door de keuze van het type plastic kunnen we dus ook verschillende eigenschappen, verschillende functies aan het uiteindelijke product geven. En op precies dezelfde manier kunnen we ook spelen met de eigenschappen van membranen. Want membranen zijn ook gemaakt van plastic. En ik heb hier een voorbeeld van een dergelijk plastic. Dit is een plastic in de vorm van korreltjes. En van dit plastic kunnen we een membraan maken. En elk van deze korreltjes is net zoals een suikerklontje opgebouwd uit een heleboel kleinere korreltjes. Het echte plastic. Nou kun je je voorstellen dat ik hier met dit plastic niet zomaar zo'n velletje kan maken. Ik zal dus eerst het plastic in een vorm moeten brengen dat ik er wat mee kan doen. En wat ik dan doe is dat ik dit plastic eerst oplos in een oplosmiddel. En dat oplosmiddel heb ik hier. Nou zou je misschien denken, het suikerklontje, in vergelijking met het suikerklontje te maken, het suikerklontje lost op in water. Dit plastic echter lost niet op in water en we zullen dus iets anders moeten gebruiken, een ander oplosmiddel. En we gebruiken daar een organisch oplosmiddel voor. Bijvoorbeeld aceton. En als ik dat plastic in deze aceton doe en ik roer een tijdje, dan krijg ik uiteindelijk deze polymeeroplossing. Deze plastic oplossing. Ik heb dat vast gedaan, want dat duurt ongeveer een dag. En het zou jammer zijn als we hier een dag zouden moeten wachten. Dus dit is die oplossing. En je ziet, het is een beetje stroperig. En nu heb ik deze
dit plastic dus in een vloeibare vorm gebracht en kan ik er iets mee doen? Kan ik er een membraan mee maken? En ik zal jullie laten zien hoe ik dat doe. Ik gebruik daarvoor deze mal. Dit strijkmes, zoals dat heet. En dit strijkmes, als je goed kijkt, dan zie je dat dit strijkmes hier aan deze kant een klein gleufje heeft. Het is eigenlijk een soort bakje met een klein gleufje hier aan deze kant. En als ik dat strijkmes vervolgens hier zo op een glasplaatje zet. Even de bril op, ik ben natuurlijk wel een chemicus. En ik neem een beetje van deze oplossing en ik schenk dat in dit bakje. En ik trek vervolgens dit strijkmes rustig naar me toe. Dan zul je zien dat er een heel klein filmpje van die plastic oplossing op deze glasplaat achterblijft. Als ik die glasplaat met dat filmpje vervolgens in water leg, wat er dan gebeurt, mijn membraan. Want dit plastic was niet oplosbaar in water. Dus op het moment dat ik dat glasplaatje met dat plastic filmpje in water doe, zal dat plastic onmiddellijk hard worden. En het wordt hard in de vorm waarin ik het gebracht heb. En in dit geval dit membraan. En afhankelijk van het type plastic dat ik kies, kan ik ook bijvoorbeeld dit membraan maken voor een andere toepassing. En als ik een andere mal kies, kan ik bijvoorbeeld ook membranen in de vorm van rietjes maken. En deze rietjes zijn hol van binnen en de wand van dit rietje is het eigenlijke membraan. Dus afhankelijk van de mal die ik kies, kan ik een wat dikker rietje maken of juist een wat dunner rietje, zoals jullie hier zien. En ik als onderzoeker probeer het juiste recept te vinden om precies dat membraan te maken dat ik nodig heb voor een bepaalde toepassing. En als we nou inzoomen, verder inzoomen op dit stukje plastic en we gaan een heel klein stukje kijken met een hele sterke microscoop, dan zien we de afbeelding zoals die hier achter mij verschijnt. Het grijze is het plastic waarvan het membraan gemaakt is. De zwarte vlekken die je ziet, zijn de gaatjes in het membraan. Dus de oppervlakte waar we hier naar kijken is kleiner dan de helft van de diameter van een haar in werkelijkheid. Dus we zoomen echt enorm in. We kijken bijna op de nanometer, de vierkante nanometer, dus heel klein, naar dit plastic. En je ziet, dit membraan heeft een bepaalde structuur, er zitten bepaalde gaatjes in. En dit membraan zou je heel goed kunnen gebruiken voor de scheiding, voor de zuivering van water. Dit membraan scheidt op basis van grootte. Grote deeltjes passen niet door de gaatjes, kleine deeltjes passen wel door de gaatjes. Maar als ik nou niet dit type plastic neem, maar ik neem dit plastic, totaal ander plastic, en doe precies hetzelfde als ik net gedaan heb, krijg ik een heel andere structuur. En die zien jullie nu hier verschijnen. Je ziet een andere structuur, er lijkt iets van een oriëntatie in te zitten. Het grijze is weer het plastic, je ziet iets van een oriëntatie. Je ziet wat kleinere gaatjes. En dit membraan, dit is ook een membraan, dit membraan zou je heel goed kunnen gebruiken voor nierdialyse toepassingen. En tenslotte doe ik precies hetzelfde als ik net gedaan heb, maar leg ik dat plaatje met dat plastic filmpje niet in water, maar laat ik het drogen aan de lucht, net zolang tot alle oplosmiddel verdampt is, dan krijg ik de structuur die nu achter mij verschijnt. En nu zullen jullie misschien denken, dit lijkt me geen membraan. Ik zie geen gaatjes. Hoe kan dit nou een membraan zijn? En toch is dit een membraan. Alleen, dit membraan werkt op een iets andere manier. Dit membraan scheidt niet op basis van grootte, maar het scheidt op basis van affiniteit of interactie. Dit membraan zou bijvoorbeeld de structuur van onze longen kunnen zijn. Onze longen zien er op deze manier uit. Wat gebeurt er namelijk? Dit membraan, dit plastic, heeft bepaalde receptoren zou je kunnen zeggen, die wel met de ene stof reageren of een interactie aangaan, maar niet met een andere stof. En je zou het kunnen vergelijken bijvoorbeeld met dit trommeltje, met deze vormpjes. Dit blokje past er precies in, terwijl dit bolletje op geen enkele manier erin past.
En dat is precies de manier waarop dit membraan werkt. Dit is dus niet op basis van grootte, maar scheiding op basis van interactie. Nou is het zo dat ik jullie in dit college heb laten zien hoe je membranen maakt. Mits je het goede recept hebt. Als je maar precies weet hoe je ze moet maken en van welk plastic je ze moet maken, kun je membranen maken met precies die eigenschappen die nodig zijn voor een bepaalde toepassing. En daarover wil ik jullie in het volgende college meer vertellen. Want ik wil jullie daar vertellen hoe we dankzij membranen 6500 nierpatiënten een toekomst kunnen geven.